een heftige haren. Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben vandaag met Lindsay, superleuk. We zijn op dit moment al in Duitsland, want we gaan naar ASL One in Keulen. Maar we hebben even een breakie. Dus dat hebben we even gehaald op het tankstation. Sorry, wat deed jij? Ik was net aan het filmen. Hey! Hoor je hem? Hij zat zo. Ik ga niet mee. Maar goed, goed nummer erop ook. Oh man, we hebben helemaal paars van kleur. Dit is de arena van buiten. Kijk, er zit zo'n raar ding op. En het is prachtig weer. Om binnen te stikken. Stik voorzichtig, hè? Om binnen te stikken, ja. We zijn nu dus binnen. Ik ga even de zaal laten zien. Het is altijd zo'n mooi moment, hè? I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull. Dus even dikke shout-out naar MSI. Jongens, ik ben echt super blij, want ik ben eindelijk Tinu tegengekomen. Oh, dit is echt. Ik zei nog tegen Lindsay in de auto, als ik Tinu tegenkom, dan ga ik huilen. Maar ik ga niet huilen, maar ik ben wel heel blij. Maar hij is wel een beetje groot, dus wel goed. Zijn we VIP ticket, shout-out naar Mats. Die heeft het weer gefixt voor ons. Because I can't see shit without. Jongens, Jean is er. Ik moet gewoon Nederlands praten. Oh, zo makkelijk. We zijn net als deze belichting, joh. Ja, dus daarachter staan de shoutcasts kletsen nu. En daar is Loser. En we zitten nu te wachten tussen de games door. We gaan dadelijk een foto met Alex maken voor de clickbait thumbnail. Ik ga sowieso jou filmen als jij een machine gaat roepen. Heel dichtbij. Nope. We staan een beetje vast in de parkeergarage. Yeah. En met Tia gaat jullie bijpraten. Nou, goed verhaal dit. Het was echt super leuk. Ik moet eerlijk zeggen, ik was niet heel erg groot fan van CSGO. Nog steeds niet super groot fan. Maar ik vond het best wel saai in het begin. Maar op een gegeven moment vond ik het echt... Vooral die laatste games waren zo cool. Ja, het was echt super vet. Het was het Duitse team dat moest spelen. Big. En ja... Duitse mensen in Duitsland. Ja. Het was echt insane. En ik weet niet of je het kan horen, maar ook de hele parkeergarage is ondertussen aan het losgaan. Dus ja, gewoon heel erg tof, de sfeer. Ja, echt heel leuk. Maar goed,
goed aan alle leuke dingen komen einden. Helaas wel. Dus nu gaan we 2 uur. 2 uurtjes terugrijden. We zijn inmiddels veilig thuis aangekomen. Ik wil je allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik heb echt een super, super leuke dag gehad. Het was voor het eerst dat ik naar ISL One Cologne was geweest. En ja, zeker voor herhaling vatbaar. Vooral met Lindsay. Het was vooral heel erg leuk omdat Lindsay erbij was. En dat zeg ik niet omdat ze naast me zit, maar dat was echt zo. Ik wil jullie allemaal vragen om een dikke duim omhoog te doen als je meer van dit soort vlogs wil zien. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Mocht je het leuk vinden om meer dit soort dingen te zien, volg me dan zeker even op Instagram. Want ik heb ook heel veel op mijn story gezet vandaag. En dat is MattiaTV. Dus ja, doe dat vooral. En volg Lindsay ook op Instagram. Lindsleeve heet je toch? Ja. En dan zie ik jullie heel graag allemaal bij een nieuwe vlog. De volgende keer. Doei!